Yo, vandaag spelen we weer een keer Animal Crossing, want de zomerupdate is uit. En we gaan eens even kijken wat Isabel daarover te zeggen heeft. Sinds enige tijd beijvert Nook Inc. zich om het ons omringende water te verkennen en te onderzoeken. Op basis van de bevindingen kunnen we concluderen dat de zee veilig is om in te zwemmen. Ja, superleuk. Oké, okay. We gaan zwemmen in Animal Crossing. En dat is nog niet alles. Het water is zo helder en schoon dat je er ook uitstekend in kunt duiken. Voor jullie veiligheid vragen we jullie wel de juiste kleding te dragen als jullie het water ingaan. Een duikpak kun je kopen in de winkel of bestellen via de Nook. En Isabel die kan niet wachten om te horen wat voor avonturen we zullen beleven in de zee. Nou, laten we eens eventjes gaan kijken in de winkel dan, want ik wil wel zo'n vers duikpakkie. Hallo? Oh, kijk hier. Heel de shop ziet er anders uit. Er staat zo'n bandje boven. Super cool, wat leuk. Kan ik hier een duikpak vinden? Yo, gestreept duikpak. Oh my gosh, die is lelijk. Timmy en Tommy die hebben een paar tips. We moeten een geschikt duikpak hebben. En dan op het strand of op de rotsen moet je op A drukken om te duiken. En als we een schaduw zien, dan moeten we op I drukken om er naar te duiken. Oh, kijk nou. Ze hebben zelf ook van die matrozenpakjes aan. Wat leuk. Ik ga eens even kijken of ik aan de rechterkant ergens het water in kan duiken. Want ik wil jullie dit eigenlijk ook nog even laten zien. Mijn mooie arcadehal. Ik weet niet of jullie hem al hadden gezien. Maar hey, ik ben er super trots op. Met mijn mooie surfplankjes hier zo. Hier kan je lekker een arcade spelletje spelen. Maar wij willen natuurlijk gaan duiken. Oké, laten we even het duikpakje aandoen dan. Oh, wat ben ik lelijk. Misschien moet ik even mijn masker afdoen. Zo, hoppakee. Dit is al beter. Kijk, kunnen we gewoon random hier duiken? Ja, nice. Bommetje. Bovenop die vis. Lekker. Oh, dit is zo leuk. Kijk waar we helemaal naartoe kunnen zwemmen dan. Oké, hier is een netje. We kunnen tot hier. We kunnen niet verder dan dit. Oké, ik zie hier nog helemaal niks. Oh, hier zijn belletjes. Wat betekenen die belletjes dan? Kan ik daar ook duiken? Oké, duik, duik, duik. Wat is daar? Oh, daar, 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 daar. Ja, 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 het zwemt weg, het zwemt weg. Het is, wat is het? Wat is het? Wat is het? Pak het. Kijk dan, oké. Dit is een gevlekte buisaal. Hoppakee. De eerste buit is binnen in deze nieuwe update. Ja, vet, 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 vet. Oh, daar is er nog één. Of is het de andere vis? Duiken, duiken. Hebben we hem? We hebben hem, we hebben hem. Is dit ook een buisaal? Nee, dit zijn, wat is dit? Dit zijn zeepokken. Dat is beter dan waterpokken. Ik hoop niet dat deze dingen jeuken, jongens. Ik heb al zo'n kriebelbaard, dat jeukt al genoeg. Waarom regent het trouwens nou weer op mijn eiland? Is dat omdat ze denken, ja Rick, je bent toch al nat als je in de zee ligt? Dan maakt het ook allemaal niet meer uit, hè. Als je toch al in de zee ligt te dobberen of het dan regent, ja boeien. Oké, okay, hier is nog iets. Wat is hier? Wat is hier? Is dit weer iets nieuws? Wat is deze? Ja, Staryu! Een zeester. Ah, supermooi. Super lachen, jongen. Dat we nu gewoon lekker in die zee kunnen zwemmen. Dat vind ik echt tof. Oké, okay, daar is ook nog wat. Laten we het pakken. Oh, we moeten verder. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, lekker. Wat is dit dan? Oh, is er nog een zeester? Dit is Starmie. Yo, Enka, wat doe je hier? Alles goed met je? We zien er schitterend uit, zegt Enka. Nou, dankjewel. Ik vind zelf dat ik er niet uitzie, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, guys, laten we even gaan kijken aan de andere kant van mijn eiland. Ik wil eigenlijk even van mijn steigertje afduiken natuurlijk. Hoppakee. We trekken die hele zee leeg, jongens. Hoe lang kan die guy eigenlijk onder water blijven? 1, 2, 3, 4, 5. Oké, 5 seconden. Dat is niet heel lang. Ik zie bubbels, ik zie bubbels, ik zie bubbels. Let's duik. Hoppakee. Pakken, 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 pakken. Wat is dit? Wat ligt er nog meer hier zo? Oh, kijk dan. Wat is dit? Ah, dit is een kwal. Dude, dat doet pijn aan je vingers. Hij gaat je steken, jongen. Een oorkwal? Is dat een mix van een orka en een kwal of zo? Oorkwal? Als je dan onder water zwemt en hij zwemt naast je, gaat hij dan in je oor of zo? Hé, kijk eens. En we hebben een nieuwe achievement behaald. Duik in het diepe. 5 keer gedaan. Hoppakee. Oh man, maar die orkwal, dat klinkt echt smerig, jongens. Oké, 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 oké. Nog één, nog één, nog één, nog één. Pak hem, pak hem, pak hem. Waar is dit? Daar is die. Pak hem, dude. Is dit nog een orkwal? Nee hoor, nee, nee. Het is nog een zeester. Oké. Okay. Hopelijk zijn die zeesterren wat waard, jongens. Dan kunnen we ze verkopen aan Timmy en Tommy. Ik dacht dat er ook ergens zo'n bever of zo in het water moest liggen. Of misschien is dat alleen op een speciale dag of zo. Wat ligt hier te zwemmen? Wat is het? Het is nog een orkwal. Ja, man. Oké, tot nu toe kunnen we alleen nog maar bubbeltjes volgen volgens mij. En dan gewoon lekker gaan duiken. Oh, wat is dit? Het is een... Wat, hè? Een aardbei met haar.
Een zeeanemone. Doe maar anemone. Dan doe je al gek genoeg. Dit is echt een heel flauw woordgrapje. Oké. Onderwateronderzoek, daar gaan we ook lekker mee. Hebben we ook 5 creatures gevonden. Ik ben benieuwd hoeveel er zijn. Want we kunnen dus letterlijk 5 keer een achievement dingetje halen hier zo. Zijn er dan minimaal 50 van die dingen hier onder water? Holy crap, dat zou sick zijn. Dan ben je wel even aan het zoeken, denk ik. Dan zullen er waarschijnlijk bepaalde dingen alleen maar nu in het water zitten. En dan volgende maand weer andere dingen. Of bij ander weer dat er weer andere dingen in het water lekker aan het chillen zijn. Dit is ook een nieuw ding. Dit is een mossel. Ik hou van mosselen, jongen. Mosselen zijn kapot lekker. Ik heb gelijk trek in mosselen, jongens. Elise. Nee. Nee, we gaan geen mosselen eten vanavond. Hey, ik zie hier nog meer bubbels. Bubbel. Wat gaan we nu uit de zee trekken dan? Het is nog een oorkwal. Ik krijg echt de rillingen van dit ding, jongen. Dit is echt vies. Ik heb een vraag voor jullie. Zwemmen jullie liever in de zee? Of zwemmen jullie liever in een zwembad? Ik denk dat ik zelf liever in een zwembad zwem. Want ik heb altijd zoiets van in de zee. Je weet nooit waar je op stuit, hè? Ik bedoel maar, dan zit er opeens een oorkwal in je oor of zo. Of een zeeananas. Zou dat lekker zijn? Ik wist geen eens dat dit ding bestond. Je hebt een zeeananaas opgevist. Stop die maar snel in een badje vitamine zeewater. Dus dit is gewoon fruit of zo. Hier zitten vitamines in. Wat? Wacht even hoor. Ik moet even een selfie maken voor de thumbnail. Beetje inzoomen. Hey, ja hoor. Prachtig. Nou, dat kan beter. Dat kan beter. Ja, dit is hem denk ik. Hoppakee. Of kan je nog even een emoji doen of zo? Doe even gekke ogen of zo. Toppetje, dankjewel. Oh, ik zie daar weer bubbels, jongens. Dit is me toch een speciaal ding, jongens. Dit is me toch een speciaal ding. Kijk eens, moet je eens kijken. Het is nog een zeekwal. Of een oorkwal heet dat. Er staat onder ook echt nu geen sterke verhalen vertellen. Anders hangt hij gelijk aan je lippen. Is hier nog een oorkwal? Oh, zwem. Pak hem. Ja, deze wou weg, jongen. Deze is super snel. Freaking oorkwallen. Pak hem. Hij is onder je, juist. Oh, dit is weer een nieuwe. Dit is een... Is dit een zeeslak? Een wulk. Hulk, kom en wees welkom. Die tekstjes. Dit is gewoon een zeeschelp, jongens. Ik ben benieuwd of jullie ook al dingen hebben opgedoken die ik nu nog niet heb. We gaan op zich best wel hard. We hebben op zich best wel wat veel verschillende dingetjes. We moeten even de encyclopedie vullen. We moeten bladders ook blij houden. It's raining rain. Hallelujah, it's raining rain. Hey. Gast, pak dat niet nou zo met je blote klauwtjes. Dat is een zeeegel. Heb je nooit geleerd dat als je op een zeeegel staat, dat je echt naar het ziekenhuis kan? Dan moet je echt mee oppassen, vriend. Voor een prikkie geeft hij je een knuffel. Oké, deze is wel nice. Maar dude, pak dat alsjeblieft niet zo uit de zee als jullie ooit een zeeegel zien. Volg niet het voorbeeld van deze guy, oké? Dit is niet oké. Oké, hier in het hoekje. Dit is echt in het uiterste hoekje van het zeewater. Hier moet wel het monster van Loch Ness onder water zitten, jongens. Pak dat monster. En dit is... nog een zeeegel. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of je mede-eilandbewoners strakjes ook lekker aan het zwemmen zijn. Dat zou best wel cool zijn als je gewoon met z'n allen zo lekker een beetje in het water ligt. En een beetje zeesterretjes oploopt te zwemmen. Ik zou dat wel leuk vinden om lekker met mijn matties te gaan zwemmen hier zo. Ondanks dat het geen zwembad is, maar ja. Zo, deze was echt snel. Holy crap, wat is dit dan? Sinds wanneer zijn schelpen zo snel? Een mantelschelp. Schelpen kunnen helemaal niet zwemmen. En hoppakee. Ja hoor, dat zijn al 10 nieuwe dingetjes. De volgende Nookmaals krijgen we bij 20. Ik denk dat er misschien serieus al 100 dingen hier op die zeebodem liggen. En daar hebben we er nog een. Hey, cadeautje. Ja, ik heb geen zin om op dat cadeautje te wachten hoor, jongens. Ja, aan de andere kant, misschien is het wel een super vet cadeautje. Ik moet het toch even doen. Ik moet toch even dat cadeautje uit de lucht schieten. Judy! Hoe gaat het vandaag met jou? Er zijn al de dingen die je wil doen en dingen die je moet doen. Vergeet echter ook niet het zalige niets doen. Hallo? PostNL Luchtservice, is mijn pakket er al? Ja, hij zweeft precies boven het water. Nee. Oké, wacht. Ik moet hem precies hier eruit gaan schieten, jongens. Anders valt hij in het water. Zou je die dan nu ook op kunnen duiken in het water? Eigenlijk moeten we dat gewoon proberen. Ik kan nu toch duiken? Dan moet ik toch dit pakketje gewoon uit het water kunnen duiken? Oh, wacht. Nou, hij valt niet in het water. Jammer. Het is één niet. Een werkhemd. Wilt het spel daarmee zeggen dat ik moet werken voor mijn geld? Nou, oké, dan gaan we maar weer lekker werken. Mijn beroep vandaag is diepzee-eendduiker. En ik hoop dat ik een eendje opduik. Hey. Oh, dit is weer een ananas. Hier dan. Ah, nee, weer zo'n gore kwal. Gun mij die diepzee-eend. Ik wil een diepzee-eend. Of SpongeBob. SpongeBob is ook goed. Daar neem ik ook genoegen mee. Pak hem. Het is weer Staryu. Als die nou shiny was, dan was het ook vet geweest. Oké, we gaan nu even naar Bladders dan. Eens even kijken wat hij allemaal wil in zijn museumpie. Bladders, mijn vriend. Kijk, Bladders is ons zeer erkentelijk als hij een blik mag werpen op een van onze mooie zeediertjes. Ik heb een diepzeewezen, vriend Bladders. Goeie genade, dan wacht hij met een kloppen
een hart af. Kijk eens, een oorkwal. Alsjeblieft. Gladys vraagt, vind jij ze ook niet wonderbaarlijk? Ik durf het haast niet te vragen, maar wil je je diepzeevangst wellicht doneren? Nou, alsjeblieft, Bladder. Hij zal er een mooi aquariumpje voor uitzoeken. En hij wil ons wat vertellen over die gore oorkwal. Wie houdt er nu niet van dit prachtige zeebloempje? Ik? Ik was vroeger een keertje op het strand. En toen waren er dus allemaal kwallen aangespoeld. Die waren al half dood. En toen stapte ik dus met mijn blote voet in een kwal. En sindsdien kan ik niet meer tegen die beesten, man. Ugh. Anyway, met zijn tentakels kan hij steken. Zie je wel, ik zei het toch. Maar daarmee doet hij ons grotere dieren geen kwaad. Ja, dag. Oorkwallen hebben netelcellen op hun tentakels waarmee ze vissen en andere kleine wezentjes doden. Met hun zogeheten mondarmen brengen zij hun voedsel vervolgens naar hun mond en maag. Om de vreedheid en schoonheid van de natuur te aanschouwen, volstaat het de oorkwal te bestuderen. Oké, vriend, ik ben blij dat jij er blij mee bent. Vanaf vandaag kunnen er diepzeewezens gedoneerd worden. Nou, meneertje Bladders, kijk eens even wat ik allemaal heb. Deze hadden we als eerste, daar hebben we er maar eentje van gevonden, van de gevlekte buisaal. Dan heb ik hier een zeepok. Ik heb een zeester. Oh, wacht eens even. Ik druk weer op het verkeerde knoppie. Anyway, een zeester. Een zeeanemoon, een wulk, een zeeegel en een mantelschelp. Oh, en nog een zeeananassie. Kijk eens, meneertje Bladderoni. Oh, wacht even. Ik was de mossel nog vergeten. Gaan we eens even kijken in het aquarium. Ik ben benieuwd of die nou een speciaal aquarium heeft voor al deze dieren. Oh, kijk, hier zijn al die oorkwalletjes. Nou, dit ziet er wel geinig uit. Daar heb je ook het slakketje. Oh, en dat prikding. En die schelp, die ligt daar lekker te chillen. Ja, en hier zijn sowieso die anemonen en zo. Oh, kijk die nou. Die slangetjes zijn super grappig. De gevlekte buisaal. Dit is lachen. Ja, dit is super leuk gedaan. Kijk nou, ze komen echt zo uit de grond zetten. Cool. Daarachter zie je die anemoon. Ja, oké. En daar links hebben we de zeester en de waterpokken. Oh nee, zeepokken. En hiervoor hebben we nog die ananas. Nice. Maar zou ik nog één nieuw zeemonster kunnen vinden? Ik ben wel benieuwd. Ik wil eigenlijk gewoon nog een nieuw zeemonster. Pak hem. Oh, kijk dan. Wow, deze is super cool. Super tof dat je tot het einde van deze video bent blijven hangen. Kijk dan. We hebben hier een Japanse blauwe krab. Deze is awesome. Man. Dit is gewoon de tofste die we tot nu toe hebben gepakt. Best leuk om zo'n blauwtje op te lopen. Hey, wat? Hey, dude. Wie was dat? Zie je, ik wist dat hier iemand zou moeten zwemmen. Pascal. Hij zegt, zeg, over die mantelschelp van je, mag ik hem hebben? Weet je wat? Neem hem, vriend. Ik weet niet wat je ermee moet, maar neem hem. Prima. Omdat je me die mantelschelp hebt gegeven, heb ik een doe-het-zelf-plan voor je. Oh, nice. De parels die je nodig hebt voor het plan zijn zeldzaam. Maar je kunt ze soms op de zeebodem vinden. Ik hou mijn ogen open en als ik er één vind, dan wil ik hem misschien wel ruilen voor een mantelschelp. Oh, vergeet geven en nemen. Dit is geven en geven. Daar varen we allemaal wel bij. Oké. Nou, doei Pascal. Mazzel. Kijk hem wegzwemmen. Dit is super cool. Ik wil wel eens even kijken wat voor doe-het-zelf-plan we hebben gekregen van die guy. Pascal, wat heb je gegeven? Een meerminnentafel? Wat vet! Wow, dat is super cool. Dat wil ik maken. Ik heb echt parels nodig. Kijk hoe vet het is. We hebben 1 parel nodig en 4 zanddollars. Pascal! Kom terug, ik wil een parel. Ik heb eigenlijk nog 1 vraag. Zijn Timmy en Tommy vandaag gierig of niet? Oftewel, hoeveel geld kan ik krijgen voor al deze dingen die ik uit de zee heb gehaald? Behalve dan die krab, want die moet ik nog even inleveren bij Bladders. Nou, vertel het maar. 20.000 klingels. Oké, het is oké. Maar nee, ik ga het niet doen, want ik weet niet. Misschien moeten we hier nog wel iets mee. Ik zit vol met zoveel vragen. Kan ik alleen via Pascal aan die parels komen? Hoe vaak komt die guy naar boven als hij een schelpje wil hebben van mij? En wat voor doe-het-zelf-plannen kunnen we nog meer krijgen hier in deze nieuwe update van Animal Crossing? Jongens, doe even een blauw duimpje omhoog als je Animal Crossing en Nintendo en Pokémon vet vindt. En vergeet ook niet te abonneren. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!